Ik ben Bart Valkenier hier van 2D3D.gratis en welkom bij deze video over lesvideootjes maken. 10 tips die jij als docent moet weten voordat je op rec drukt. Maar eerst, kijk je dit op YouTube, dikke prima, maar check mijn site www.2D3D.gratis en de lesvideo maken pagina. Op 2D3D.gratis heb ik allemaal toffe gratis software gezet waar jouw leerlingen direct mee aan de slag kunnen. Geen gedoe met codes en licenties, maar ook zeker geen reclame, trailversies en watermerken. Van eenvoudig tot zeer professioneel. Ruim 100 video's met trainingen en inspiratie en nog meer speciale minifilms zonder geluid en afleiding. En op deze lesvideopagina dus een overzicht van deze 10 tips en 5 gratis tools waarmee jij zo aan de slag kan. En download ook zeker de 2D3D lesvideo poster. Lesvideo's maken dus. Tip nummer 1. Waarom zou je video's maken als er al hele goede te vinden zijn? Maar ja, wat is een goede video? Ik weet sowieso dat het voor je leerlingen irritant is als ze allemaal filmpjes moeten kijken gemaakt door Jan en Alleman met verschillende stijlen en manieren en overgangen, effecten en zo. En nog erger dat je ze filmpjes laat kijken waar maar een klein gedeelte echt relevant van is en de rest dus eigenlijk alleen maar ruis. Dus als de methode of iemand anders een echt goede serie heeft gemaakt, in dezelfde stijl, opmaak, tempo, ritme enzovoort, die voor meer dan 90% aansluit bij jouw lessen, gebruik het. Zo niet? Ga lekker zelf aan de slag. Tip nummer 2 is een argument voor zelf maken. Je zal het ze misschien niet snel horen zeggen, maar voor leerlingen is het prettig hun eigen docent te horen of te zien. Dat is vertrouwd en geeft ze het idee dat waar ze naar kijken echt aansluit bij de stof en de lessen. Tip nummer 3. Zorg ervoor dat de video niet langer duurt dan 10 minuten of nog beter 5 minuten. Ga je een groot onderwerp bij de kop pakken in plaats van er een half uur over door te bomen, splits het op. Dan kan de leerling zelf kiezen welke die wil kijken en welke niet. Keuze, differentiëren en zo. Ga ook niet zeggen deze video gaat over paragraaf zus en zo, maar hou het bij het onderwerp zelf. Gebruik je methode als inspiratie, maar wees er geen slaaf van. Want methodes kunnen veranderen, maar onderwerpen niet. Tip nummer 4. Geen onnodig prietpraat. Start direct met waar de video over gaat, welke onderdelen langs gaan komen en dan bam, start er maar. Vat elke minuut samen in één zin en weer door. Tip nummer 5. Wel of niet je gezicht in beeld? Voegt dat werkelijk wat toe? Ik denk van wel. Ik denk dat het prettig is om te zien wie er praat. Maar wees eerlijk, zo belangrijk moet je jezelf ook niet maken. Ik kies ervoor subtiel rechtsonder zichtbaar te zijn en dan de achtergrond weg te halen met behulp van een greenscreen. Maar ja, die heeft natuurlijk niet iedereen thuis liggen. Tip nummer 6. Wel of niet schrijven. Of je nu een camera papier richt of op een digibord of iets dergelijks. Wat betreft schrijven zijn er 2 gevaren. Nummer 1. Het is niet leesbaar wat er staat. Het is slordig en rommelig. Oplossing, niet doen. Gewoon niet schrijven. Of, natuurlijk wel, als je er heel erg goed in bent. Of als je het van tevoren goed geoefend hebt en precies weet waar je wat en hoe gaat schrijven. En schrijf dan lekker netjes. Nummer 2. Schrijven gaat behoorlijk traag. Echt waar, kijken naar een hand die schrijft is echt heel erg saai. Mijn advies, neem het schrijven op en versnel dit 2 of 3 keer. En daaroverheen neem je dan bijvoorbeeld een voice-over op met toelichting en uitleg. Kijk, dan gaat het lekker. Tip nummer 7. Splits het opnemen. Echt waar, je wil niet weten hoe vaak ik opnieuw moet beginnen met opnemen. Het is echt lastig tegelijkertijd te klikken en te doen en te bedenken hoe en wat je gaat zeggen enzovoort. Daarom, splits het op. Neem eerst die beeld op en daarna je voice-over. En die voice-over dan niet in één keer, maar in een paar gedeelten. Dan heb je gewoon rust en ruimte en de tijd om erover na te denken, te plannen en zo een goed en goed pakkend geheel van te maken. Tip nummer 8. Muziek, wel of niet doen. Nou, je zou er een muziekje achter kunnen zetten, maar pas er wel een beetje mee op. Laat het echt niet afleiden van de inhoud. Of doe het alleen aan het begin en het einde. En denk ook zeker aan het volume, want niks is zo suf als je muziek te hard staat. Je bent een lesvideo aan het maken, dat is nu eenmaal geen leuke, spannende, hippe televisie. Tip nummer 9. Weg met je bureaublad en taakbalk. Dit is niet de meest belangrijkste tip, denk ik, maar wel eentje die je lesvideo's een tikkie professioneler maakt. Laat je bureaublad en je taakbalk niet zien. Al die pictogrammen zijn voor je leerlingen echt niet interessant. En switch bijvoorbeeld van het ene venster naar het andere met Alt+Tab en zet een balkje over je taakbalk. Zo zorg je voor zo min mogelijk ruis en focus je op je onderwerp en de les. Tip nummer 10. Gebruik slimme en handige toetsenbordcombinaties. Bijvoorbeeld snel een deel van je scherm kopiëren. Voor Windows is dat Windows Shift S en voor Mac Shift Command 4. Ik gebruik het heel erg vaak voor mijn speciale minifilmpjes op 2D3D.gratis. Echt waar, hoe minder klikken, hoe beter. Dat werkt gewoon veel fijner. En kijk voor een lijstje op de site. Daar waren ze,
10 tips waarmee jij toffe video's gaat maken. Ga nu snel naar 2d3d.gratis, link in de beschrijving. Bekijk de pagina om te ontdekken welke software tool voor jou het beste is. Ze zijn allemaal gratis, maar er zijn best grote verschillen. Screencast-O-Matic is mijn favoriet. Deel, like en stuur deze video door naar alle docenten die je kent en support mijn missie. Mijn naam is Bart Valkenier. Maak iets!